even terug naar 1 februari 2015. We gaan weer naar de kop van de koers met Mathieu. Mathieu die de jongste wereldkampioen ooit gaat worden. Met zijn 20 en een aantal dagen. Een prijs voor de lef, doorzettingsvermogen, ultratalent. Voor hem natuurlijk. Daar komt de ultieme bocht. Hij is binnen. Hier is hij. Schuddebol. Het is echt waar. Het is echt waar. Erik de Vlaming die werd wereldkampioen op zijn 20ste. In 1966. Hij is naar Tabor gekomen. Met heel veel lef. Met het risico om vol voor de aanval te kiezen. Durven verliezen. En dat beloont zich met winst. Mathieu van der Poel is de jongste wereldkampioen ooit. Ja, inderdaad. 2015, 1 februari, de jongste wereldkampioen veldrijden ooit in het Tsjechische Tabor. Michel Wuits zei het nog. 4 jaar later, in 2019, doet Mathieu het een tweede keer in het Deense Bogense. En ook dit weekend zijn alle ogen op hem gericht natuurlijk, hè, want zondag is het weer zover. Wordt Mathieu van der Poel voor de 3de keer wereldkampioen veldrijden, deze keer dus in het Zwitserse Dubendorf. Goedemorgen, Sven Massaar. Goedemorgen. Jij schreef een boek over de renner. Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel. Ik stel de vraag graag aan jou. Wordt hij opnieuw wereldkampioen? Ik denk het wel, hè. Allee, ja. Als alles normaal verloopt, wordt hij wereldkampioen. Ja, hij moet eigenlijk al pech hebben. Moest het niet gebeuren. Ik hoorde daarnet in het nieuws nog een quote van Wout van Aert. Die zegt, ja, ik moet zeggen zoals het is. Ik ben niet in vorm, in grote vorm. Dus ja. Dat kan hij zal al achter zich laten dan. Hè? Ja, en Wout van Aert is eigenlijk de enige van gelijkbaar niveau, Dus ik denk dat Wout van Aert de enige is, als hij goed is, die Mathieu het vuur aan de schenen kan leggen. Maar goed, het zal maar op zijn voor sokken hem is het, zijn. Het is logisch dat Wout van Aert niet klaar is na zijn lange revalidatie. Dus dat zal voor later zijn. Maar als alles normaal verloopt, is Mathieu wereldkampioen zondag, ja. Voilà, maar we hebben het dus over Mathieu van der Poel, niet over Wout van Aert. Wanneer was het duidelijk dat hij de eerste keer duidelijk dat hij een uitzonderlijk talent was? Dat was bij de jeugd al duidelijk. Maar we hebben daarnet het fragment gehoord van in 2015, toen hij wereldkampioen werd. Michel Wuits maakt daar ook de vergelijking met Erik de Vlaming, toch door velen beschouwd als de grootste veldrijder aller tijden. Hij was ongeveer even oud, zelfs iets jonger dan Erik de Vlaming. Dus op zijn 20ste is hij eigenlijk nog belofte en hij wordt daar wereldkampioen bij de profs. Dus toen was voor iedereen wel duidelijk dat hij op zijn minst in het veld een van de grote talenten is. Ja. Ja, maar je zegt op zijn minst in het veld. Wat zo bijzonder is aan die Mathieu van der Poel is dat hij zo multidisciplinair is. Hè. Hij is ook heel erg goed op de weg en ook bij het mountainbiken. Ja, absoluut. En hij blijft die keuze maken of de keuze niet maken voor een van de disciplines. Ja, hij wil het allemaal doen. Ja, en omdat hij dat graag doet. Hè. Dus maar het straffe is dat hij de 3 disciplines beoefent en ook in de 3 disciplines tot de top behoort. Hij heeft vorig jaar, in 2019, in elk van die disciplines de beste van de wereld geklopt. Zowel op de weg als in het mountainbike als op het veld toont hij dat hij echt absolute wereldtop is. En dat is toch heel uniek, ja. Ja, en wat ook uniek is, is zijn overwinning in de Amstel Gold Race. Las ik in jouw boekje zeggen van, ja, het verbaasde mij dat hij die wedstrijd heeft gewonnen. Net die wedstrijd. Het verbaasde iedereen. Ja. Niet aan zich dat hij de Amstel Gold Race wint, want dat hij die ooit zou kunnen winnen, dat is niet verrassend. Maar het was de eerste keer dat hij zo'n grote wedstrijd reed. Mm-hmm. Enfin, nee, niet helemaal, want hij had de Ronde van Vlaanderen gereden, maar het was het eerste jaar waarin hij zo'n grote wedstrijd reed. En hij zat dan op een gegeven moment ook nog eens in een verloren positie. Hij reed op 30 kilometer van het einde, reed hij een goede minuut achter de kop van de wedstrijd, met onder meer Julien Alaphilippe, de topfavoriet. Ja. Daar zaten ook nog verschillende groepjes renners tussen. En op dat moment keek niemand nog naar Van der Poel, want dat was een geslagen positie. Maar hij kwam terug. Maar het fantastische was ook dat er eigenlijk problemen waren met de beelden. Dus niemand had eigenlijk zicht op wat er op dat moment aan het gebeuren was achteraan. En als een duiveltje uit een doosje kwam Mathieu van der Poel terug aansluiten. En het straffe was dat hij 1. De achtervolging geleid heeft. Normaal kan je niet meer winnen als je 30 kilometer hebt zitten achtervolgen op de koplopers. En dan komt hij bij de koplopers. En in de laatste kilometer begint hij dan ook nog eens zelf aan de sprint. Nu, als je aan
De sprint begint op enkele honderden meters van de aankomst. Dan word je normaal voorbijgesneld. Maar ook daar houdt hij stand. Dus hij wint op een onwaarschijnlijke manier. En het is een van de mooiste overwinningen van de laatste jaren in een klassieker. Zo is dat. Zou het nu echt alleen maar aan de genen liggen? Want het fietsen zit in het bloed. Hè? Zijn vader, Adrie van der Poel, en dan zijn grootvader, Poulidor. Het is meer dan dat. En ik heb dat ook gemerkt in de gesprekken die ik gevoerd heb. Dus hij heeft uiteraard unieke genen. Hè? Adrie van der Poel was een wielerkampioen. Die heeft zelf de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Is ook wereldkampioen in dat veldrijden geweest. Poulidor, helaas nooit de Ronde van Frankrijk gewonnen. Nee, maar ook dat is een fout beeld. Hè? Hij heeft de bijnaam Eeuwige Tweede. Ja. Maar hij heeft ook heel veel gewonnen. Ten eerste heeft hij heel vaak op het podium gestaan van de Ronde van Frankrijk. Dan ben je een heel goede renner. Hij heeft ook Milaan-San Remo gewonnen, bijvoorbeeld. Dus twee toprenners in hun periode. Dus hij heeft die genen mee. Maar er is meer dan dat. Tom Meeuwse zei me dat onder meer op een gegeven moment. Zei hij, los van het talent dat hij heeft, is hij ook nog eens van heel jong vroeg begeleid. Wij maken als renners allemaal fouten, zei hij. En soms maken we die fouten jarenlang. Maar Mathieu heeft dat nooit gehad, omdat hij altijd zijn vader dicht in de buurt had, die hem op elk foutje kon wijzen. Zodat hij eigenlijk op dat vlak ook een voorsprong had. Dus Mathieu van der Poel heeft het talent en heeft altijd de begeleiding gehad en alle mogelijke comfort om uit te groeien tot wie hij nu is. Dat is een mooie succesformule natuurlijk. Ja. Hij heeft één groot nadeel, Sven. Eén heel groot nadeel. Het is een Nederlander, hè? En de Vlamingen hebben graag, we claimen die graag, want hij woont in Capelle. Hij woont in Capelle, ja. Hij is daar ook opgegroeid. Maar dus hij verandert niet van nationaliteit. Nee, ik vind het zelf niet zo erg. Het is een heel sympathieke man. En natuurlijk willen de meeste Vlamingen willen dat ook zondag een Vlaming wint. Hè? Hoe klein de kans ook is vergeleken met Mathieu van der Poel. Maar hij is bescheiden, hij is sympathiek. En dat maakt hem ook voor een heel deel van de Vlaamse veldritfans tot iemand die ze wel de overwinning gunnen. Mm-hmm. Al hebben ze liever dat er een Vlaming wint, uiteraard. Ja. Je spreekt ook in je boek over het plezier dat hij heeft. Hè. Het is zelfs alsof dat hij nooit een dag heeft dat hij zijn fiets uit de garage haalt en zegt, we gaan er eens aan beginnen. Nee, hij doet het met plezier. Ja, ik kan me voorstellen dat hij ook wel eens een dag heeft ik mag het dat hopen, het met tegenzin want anders is het een superman. Hè. Ja, maar dat is ook een van de redenen dat ik aanvaard heb toen de uitgever Raf Willems mij vroeg om dit boekje te schrijven. Dacht ik ga het doen omdat ik vind het een inspirerende renner. Ik vind het een goed voorbeeld voor de jeugd. En een van die redenen is net dat plezier. Hij kan voor het geld kiezen, naar een grote ploeg gaan, voor de weg kiezen. Maar hij zegt zelf, ik rij zo graag in het veld, ik rij zo graag op de mountainbike, dus ik blijf dat combineren. En die keuze vind ik lovenswaardig eigenlijk. Ja. Mm-hmm, ja. En maakt hem daarbij ook sterk. Want er zijn renners voor wie wielrennen echt een job is. En ik kan mij voorstellen, als je het echt met plezier doet, ja, dat je daar ook nog eens enkele procenten wint in sterk zijn. Dat is met elke job zo. Dat is met elke job zo. Als je het met passie doet, doe je het beter ook. Hè. Ja. Wij Vlamingen, wij vergelijken graag. Hè. Is hij te vergelijken met een of andere sportman? Ik heb in mijn boekje de vergelijking gemaakt met Tom Boonen. Ja. Ze zijn natuurlijk niet op alle vlakken te vergelijken, maar als je kijkt naar hoe zij kopman zijn binnen hun team, vind ik wel dat er een vergelijking is. Je zag bij Tom Boonen ook het plezier waar hij mee rondfietste. En ze zijn ook allebei heel dankbare kopmannen. Ze voelen zich niet te goed om een schouderklopje te geven, om eens dank u te zeggen tegen teamgenoten, tegen mechaniciëns, tegen verzorgers. Dus zij weten heel goed dat ze het alleen niet kunnen. En dat zij eigenlijk renner zijn dankzij het hele team en het netwerk dat rond hem fungeert. En dat zie je bij hen alle twee wel. Ja. Plus dat ze ook alle twee gigantisch veel talent hebben, natuurlijk. Ja, zo is dat. Ja, hij is nog maar 25, net geworden voor een sportman in de fleur van zijn carrière. Mm-hmm. Wat mogen we eigenlijk nog verwachten van Mathieu van der Poel? Ik denk nog heel veel. Ja? Ja, ik denk echt nog heel veel. Hij rijdt met plezier rond, maar hij is ook ontzettend ambitieus. En hij is een echte winnaar. Hè? Dus hij wil ook ontzettend graag winnen. Voor dit jaar heeft hij als belangrijkste doel
de Olympische Spelen. Mm-hmm. Hij wil goud halen in het mountainbiken daar. Ja. Ik denk dat hij daar een grote kans toe maakt. Is het echt? Ja, we weten dat niet. Ja. Je weet nooit wat het gaat worden. Maar hij heeft vorig jaar heeft hij alle toppers in het mountainbike wel ergens geklopt. Hij heeft enkele wereldbekers gereden, niet allemaal, maar hij heeft er een aantal gereden en hij heeft er gewonnen. Ja. En hij heeft tegen de beste van de wereld, onder meer de Zwitser Schurter, heeft hij allemaal geklopt. Maar hij rijdt zondag nog het WK veldrijden. Hij begint daarna aan zijn wegcampagne met onder meer Ronde van Vlaanderen. Met dus alle disciplines door elkaar. Ja, en dan begint hij pas aan de voorbereiding op de Olympische Spelen. Terwijl natuurlijk zijn concurrenten, die zijn nu al bezig met die voorbereiding. Ik weet niet, ik heb ook geen glazen bol, of dat enig effect heeft, wat het beste is, wat de beste voorbereiding is, of dat hij benadeeld is daardoor tegenover de anderen. Dat zullen we pas weten op 24 juli natuurlijk. En ik denk daarna, als hij die Olympische Spelen gereden heeft en als hij daar goud haalt, ik denk dat ook de jaren nadien dat de focus op de weg gaat liggen. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, hè. Maar ik ben er nogal van overtuigd dat hij ook op de weg nog grote overwinningen wil boeken, dat hij onder meer Parijs-Roubaix wil winnen, dat hij graag de Ronde van Vlaanderen wil. En dan krijg je misschien net iets meer eer van dan het veldrijden. Het heeft meer uitstraling. Hè. Als je op de weg wint of op het veld. Het veldrijden blijft een sport die in twee landen zeer populair is, met soms nog een aantal anderen. Maar het wegwielrennen is internationaler. Hè. Ja, zit je voor de televisie dit weekend? Ik ga kijken. Oké, we gaan hem samen zien winnen, denk ik. Bedankt, Sven Massaar. En Een dag uit het leven van Mathieu van der Poel is uitgegeven bij Willems Uitgevers. Het is een heel fijn boekje om eens kennis te maken met Mathieu van der Poel. Dank je wel. Graag gedaan.